Hoe verkoop je als ondernemer je bedrijf? Waarom zou je dat doen? En wat komt er allemaal bij kijken om het goed te doen? Welkom bij dit 7D-TV, een gesprek uit de serie Dream Exits. Een serie die ik maak samen met No Monkey Business. No Monkey Business is een bedrijf dat techbedrijven helpt bij de verkoop. En in deze video spreek ik met Tamas Riedijk, die dit jaar zijn bedrijf Business Forensics verkocht aan het in München gevestigde Cleversoft Groep. Van harte welkom, dames. Goedemiddag. Dat is dus dit jaar afgerond dan, hè? Ja, eind september. Dan was het eindstadium, kan ik me voorstellen, zeg maar, wel ultra spannend, of niet? Ja, ja. Want dat ging in één keer een stukje anders dan je had voorspeld, hè? Maar laten we bij het begin beginnen, hè? Want, want ik heb een beetje online gekeken naar Business Forensics. Kun je in Jip en Janneke uitleggen wat jullie deden? Doen nog steeds. Ja. Wij helpen banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partijen in de financiële sector om financial crime zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dus ben je dan een IT-bedrijf? Wij leveren softwareoplossingen om op basis van data criminele activiteiten zo vroeg mogelijk te identificeren en dan de organisatie te helpen de maatregelen tegen te treffen. En met criminele, je bedoelt daarmee niet cybercrime-achtige dingen, met phishing en ransom en zo? Ja, ook. Ja, juist ook. Okay. Bijna alle financial crime heeft nu zijn oorsprong wel in digitale distributie. Ja. En daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar. Ja. En hoe lang bestaat het bedrijf? 10 jaar. En heb jij het zelf gestart? Nee. Nee, het zijn twee andere oprichters geweest. Ja. Die in 2010, ook september 2010, zijn begonnen. Ja. Die hebben het de eerste 4 tot 5, 6 jaar verder ontwikkeld, groot gemaakt. En toen was het tijd voor de volgende generatie. De technische oprichter is nog een tijd lang aangebleven. Ja. Maar uiteindelijk ben ik het gaan overnemen en verder brengen. En ben jij toen, want vanaf wanneer was jij erbij aangesloten? 2012. 2012. En ben je toen meteen aandeelhouder geworden ook? Ik ben na 1 jaar aandeelhouder geworden. En dan en even, want zo meteen gaan we inzoomen, hè, want daar willen we met dit gesprek met name over hebben hoe dan zo'n verkoop in zijn werk gaat en waarom je dat überhaupt zou doen. Ja. Maar toen dat proces startte, met hoeveel aandeelhouders waren jullie toen? Ik was de derde. De derde, dus je was met drie mensen aandeelhouder? Of was dat ook private equity? Dus nee, gewoon drie mensen. Die ook in het bedrijf actief waren. Ja. En het moment dat jullie met de verkoop gingen starten, of in ieder geval met de plannen gingen starten, waar stond het bedrijf toen qua omzet, positie in de markt, kun je daar iets van? Ja, wij waren net, stonden net op het punt om erkend marktleider te worden in ons soort software. Hadden eigenlijk de grootste verzekeraars en een aantal grote banken in Nederland inmiddels als klant mogen verwelkomen. In software verandert de technologie voortdurend. Yeah. En wij stonden op het punt om ook een technologiemigratie naar de next generation te moeten maken. En dat betekent richting cloud? Of, ja. Want wat doet jullie software dan? Wat doet die precies? Dat eigenlijk twee dingen. Op basis van databronnen, zoals transacties, verzekeringsclaims, maar ook inloggegevens van internetbankieren, proberen wij criminele activiteiten te herkennen. Dat is soms heel simpel. Hele grote contante bedragen zijn per definitie verdacht. Ja. Maar soms verandert ook iemands gedrag van het ene op het andere moment zonder dat daar een aanwijzbare reden is. Nou, die is dan waarschijnlijk gehackt. Nou, al die signalen, dat is het ene deel van de applicatie, die worden gegenereerd, worden verzameld. En dan hebben we een tweede deel die dat eigenlijk presenteert aan een eindgebruiker op een hele laagdrempelige manier met veel visualisaties. Ja. En begeleidt dan die gebruiker in het verdere onderzoek en de afwikkeling van die risicosignalen. Wat een bedrijfskritische, ik bedoel, dat moet je wel goed doen dit, hè? Ja. Als je een keer een risico mist. Ja. Voor je klant, dan kan dat zomaar tot hele hoge boetes leiden. Ja. Als je te veel signaleert, dan kan dat tot heel veel nutteloos werk leiden. Dus je moet echt die balans zien te vinden tussen zo weinig mogelijk dingen missen, maar wel de meest relevante en effectieve manier van werken kunnen aanbieden. Hm. En jullie businessmodel, is dat alleen licentie of is het ook advieswerk? Of wat is jullie businessmodel? Ons businessmodel draait helemaal om de oplossingen die wij leveren. Ja. Het nu overgrote deel komt uit licenties, jaarlijks terugkerende bedragen. En een deel daarvan is consultancy en ondersteuning, maar altijd gerelateerd aan ons product. En dus de meerderheid is licentie? Ja. Oftewel een lekker schaalbaar model, zoals elke ondernemer droomt, zeg maar. Ja. En hoe groot waren jullie, want je zegt marktleider, maar kun je ook iets over omzet zeggen? Of is dat niet bekend? Nou, die omzet die passeerde net de 3 miljoen euro per jaar grens. Okay. 25 medewerkers, 12 klanten. Oké. Okay. En dan, waarom dan de plannen om te gaan? Want je zou kunnen zeggen, nou, dat 3 miljoen klinkt als een aardige omzet, maar als ik jouw product hoor, denk ik, nou, daar valt ook nog genoeg groei te behalen.
Is dat de reden? Want waarom de verkoop? Of waarom de plannen voor verkoop? De enige overgebleven oprichter ambieerde zelf een exit. Okay. En ik wil het niet in mijn eentje doen. Ik denk dat je met z'n tweeën veel meer weet. En dat die discussie ook van toegevoegde waarde kan zijn. Wij stonden voor die technologiemigratie en waren eigenlijk te bescheiden gegroeid de afgelopen jaren om dat uit onze eigen cashflow te kunnen financieren. Ja. En wij wilden daarmee ook internationaal heel snel groeien. En ik zocht ook een partij die ons zou kunnen helpen in die internationale expansie. Okay, dus dat is echt wel een hele, zeg maar, echt een aantal agendapunten die als reden. En dan zit je dus op een gegeven moment met z'n drieën om de tafel en dan zeg je, we gaan dit traject inzetten. En dan? Je bedoelt met de drie aandeelhouders, toch? Of niet? Er waren er toen nog twee. Oh, er waren er maar twee. Ja, waar was de derde dan? Die was al eerder, die was in 2016 uitgestapt. Ah, oké. Okay. Dus zijn belang heb ik uiteindelijk overgenomen. Waarna we met z'n twee zijn overgebleven. En de andere oprichter wilde uiteindelijk ook rond deze tijd. En wat was zijn signatuur, zeg maar? Was hij de technische man? Hij was de technische man. Ja. En omdat je toch een migratie ging doen, werd ook de afhankelijkheid van hem, die kon dan ook kleiner worden. Want als ik hem niet zou hebben betrokken bij die migratie, dan was dat ook een heel natuurlijk moment om uit te stappen. Ja. En dat is ons gelukt. Dat hebben we met andere mensen voorbereid en uiteindelijk uitgevoerd. Dus jullie zaten met z'n tweeën. En toen zeiden jullie, nou, dan is dit het beste moment om maar eens te gaan kijken naar een verkoop of het zoeken naar een nieuwe partner, eigenlijk, mag je het ook noemen. En dan? Want er zijn er allemaal, want daar ben je ook niet ervaren in. Tenminste, ik neem aan dat je, of heb je het al eerder gedaan, bedrijf verkopen? Ja, ik heb dat zelf wel eens eerder gedaan. Okay. Maar dan nog blijft het een spannend traject. Hè? Wanneer had je het eerder gedaan dan? 2009 heb ik het eerder gedaan. Oké. Okay. Ja. En was je daarmee al financieel onafhankelijk ook? Nee. Dat niet, je moet er gewoon werken voor de centen. Ja. Oké. Okay. Ja. En nou niet meer? Ik blijf nog wel even werken voor mezelf. Ja, maar het hoeft niet meer. Dat heet financieel onafhankelijk, toch? Ja. Maar dat zit in je hoofd, hè? Dat staat niet op je bank. Dat zeggen al die gasten, Nee, maar dat maakt niet uit. Het is leuk. Ja. Dus je zit met z'n tweeën, je gaat dat traject in. En dan? Dan ga je op zoek naar een partner die je daarbij kan begeleiden. Dat was wel meteen wat jullie zeiden, van we gaan het niet alleen zelf doen. Ja, klopt. Okay. Dat klopt. De werkdruk ligt sowieso al heel hoog. Hè. Ja. We blijven groeien, we blijven uitbreiden en ook onze klanten stellen hoge eisen aan ons. Dus dat wilden we er gewoon niet bij hebben. Je doet dat er ook niet even bij, denk ik. Nee, je doet het er ook helemaal niet. Zeker al op het moment dat de eerste groep van geïnteresseerde partijen langskomt en hun vragen gaan stellen. En ze gaan allemaal andere vragen stellen. Dan kost het gewoon heel veel tijd om die te kunnen beantwoorden. Ja. En hoe kwam je bij No Monkey Business terecht dan? Wij zijn op zoek gegaan naar een partij die ons in het in de selectie van geïnteresseerde kopers kon begeleiden. De eerste partij waarmee wij spraken had voornamelijk een netwerk in private equity. Echt heel erg financieel gedreven spelers. En dat stond ons allebei een beetje tegen. Hmm. En daarvan hebben we geleerd dat je ook echt naar andere kenmerken moet gaan kijken. En bij No Monkey Business kwamen we een partij tegen die eerst naar je organisatie en de verkoopkracht van je organisatie wil gaan kijken. Om daarna pas potentiële kopers te gaan selecteren. En veel breder instak dan alleen maar financieel geïnteresseerde partijen. Ja, ja. Maar ook strategische partners. Ook partijen die met jou een portfolio wilden opbouwen zou kunnen selecteren. Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf, is dat Martijn en zijn partners binnen No Monkey Business allemaal zelf al een keer hun eigen bedrijf hadden verkocht. En dat waren ook technologiebedrijven. En ik was voornemens om aan te blijven en te blijven werken bij Business Forensic. Mijn partner wilde eruit en dat is toch ook een emotioneel best moeilijk proces. Zo, dat kan dat me was voorstellen. Zijn kindje en daar moest hij afscheid van nemen. Dus hij heeft een heel ander pad wat hij bewandelt, emotioneel gezien, dan jij. Ja, en vooral bij Martijn zagen we dat hij dat herkende. En dat gaf eigenlijk vanaf het begin een heel vertrouwd gevoel. Natuurlijk zit er een financiële drijfveer en een strategische drijfveer achter, maar er zit ook een emotioneel proces achter. Ja. En omdat hij daar oog voor had, zijn we uiteindelijk met hem in zee gegaan. En wat ga je dan van fases door voordat je überhaupt eens een keer de deuren opengooit en zegt van kom maar langs? Wat moet je dan allemaal nog op orde hebben? Nou, je gooit eerst de deuren open voor No Monkey Business en die komen precies, langs. Ja, precies. Dus die stellen een aantal vragen, die doen een aantal analyses, die geven een aantal adviezen en daar ga je dan over met elkaar in gesprek. En dat deden niet alleen mijn partner Robert en ik, maar ook andere mensen vanuit het managementteam. Om voornamelijk de verkoopkracht en de positionering van je bedrijf te verbeteren en te verstevigen.
Nou, als je daar een aantal stappen in hebt gemaakt, is het tijd om je verhaal sterker te maken, je pitch te verbeteren. Ja. En met dat verhaal ga je uiteindelijk je doelgroep, de geïnteresseerde beleggers en investeerders. En heb je ook echt dingen aangepast? Of is het alleen maar, ja, ik bedoel met alle respect, maar is het alleen maar opsmuk? Dat je zeg maar, het een beetje oppoetst? Of is het ook echt dat je dingen echt gaat aanpassen voordat je de verkoop gaat doen? Ja, dat hangt natuurlijk wel een beetje van de status van je bedrijf af. Maar ja. Wij hebben echt wel dingen aangepast. Zoals? We hebben onze propositie wat aangepast. We hebben wat laagdrempeligere producten ontwikkeld. Martijn noemde dat snackable producten. Ja. Die gewoon wat makkelijker aan de man te brengen zijn. En we hebben nooit wat aan marketing gedaan. Hmm. En we hebben onder hun begeleiding een hele digital marketing functie en afdeling opgericht en ingericht. En dat leverde eigenlijk al vanaf het begin extra leads op, een grotere funnel. En dat was natuurlijk voor de koper uiteindelijk ook heel interessant. Ja, en gek genoeg, na de overname bleek dat een van de gems was in onze organisatie, die ze meteen binnen de rest van de groep hebben willen kopiëren. Serieus? Ja. Wat gaaf. Ja. Dat was je alleen niet achtergekomen. Nee. Dat is ook een blinde vlek bij ons. Ja, dat is waar dan zo'n organisatie als Monkey Business jullie op duidt. Ja, ja. En dan ga je zo'n proces in. En want hoe lang loopt zo'n proces dan totdat je zo'n beetje verkoop klaar bent? Zeg maar? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? We zijn 4 maanden bezig geweest voordat we klaar waren met de presentaties en eigenlijk ons pitch deck de wereld in wilde sturen. Ja. Daar zijn we vervolgens ook nog 4 maanden bezig geweest met het selecteren, het entameren, het beantwoorden van de vragen. En uiteindelijk tot een shortlist te komen waar je een keuze uit maakt en daar dan een exclusieve due diligence periode mee ingaat. De eerste partij waar we mee in gesprek waren kwam uiteindelijk terug op de eerdere voorwaarden die ze stelden zonder dat ze dat goed konden onderbouwen. Mm. Dus daar hebben we onszelf teruggetrokken uit dat proces, wel 3 maanden mee verloren. Okay. En de partij die daarna kwam, daar zijn we uiteindelijk met 2 maanden klaar. Maar het was niet de second choice, zeg maar. Die stond niet in de wachtrij, of wel? Die stond niet in de wachtrij. Mm. Dat was een hele nieuwe partij die out of the blue zich aanbood precies in de week dat ik begon te twijfelen over de partij waarmee we in gesprek waren. En die was zo concreet en die was zo overtuigend dat we daar ook binnen 5 of 6 weken was het hele proces afgerond. Ongelooflijk toeval bestaat niet, hè, wat dat betreft. Nee, soms vallen dingen vanzelf op een goede plek. Want hoeveel was er veel interesse? Er was uiteindelijk best veel interesse, ja. We hadden de luxe dat we konden kiezen uit meerdere aanbiedingen. Oké, want wat zijn kenmerken van een bedrijf? Wil het interessant zijn om te kopen? In jullie, wat maakte jullie een interessante bruid, zeg maar? Wij hebben hele indrukwekkende klanten. Dat zijn grote, reputabele merken die eigenlijk iedereen in Nederland wel kent. Ja. Een groot percentage van de totale omzet is recurring en herhaalbaar. Ja. En in dit geval binnen de groep was er ook een bijna perfecte aansluiting op de producten die al aangeboden werden en datgene wat wij nog aanbieden. Hm. De partij die ons uiteindelijk heeft overgenomen is ook actief in de financiële industrie, doet ook banken en verzekeraars. Zit ook in compliance en regulatoire verplichtingen, alleen niet op financial crime prevention. Oké, dus dat is puur strategisch voor hun. Ja, ja. En dat betekent, heb ik wel eens geleerd, dat is voor de multiplier, voor de waarde voor je bedrijf, voor de waardering van je bedrijf, is dat een positief iets, hè? Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Zegt hij met een grote grijns. Ja. Dus dat was nog eens een keer een meevaller ook nog. Want even voor de duidelijkheid, hoe werkt zo'n No Monkey Business? Die doen dat niet gratis, neem ik aan, hè? Hoe werkt hun propositie? Krijgen zij een piece of the cake? Ja, ze krijgen een tweeledig verdienmodel. Ja. Voor die begeleiding in het begin. En ook het verbeteren van de verkoopkracht van je organisatie vragen ze een beperkte fee per maand. En die is afhankelijk van de grootte van het bedrijf dat ze begeleiden. Mm-hmm. En uiteindelijk aan het eind van de rit vragen ze een percentage van de waardering van je organisatie. Ach, wat, dus geen uurtje factuurtje? Nee. Dat is ook wel lekker, toch? Ja. Ja, je kunt eruit halen wat erin zit. Ja, precies. Ja, en dat ligt ook helemaal aan jezelf, hè, als ondernemer. Als je heel veel te verbeteren hebt, dan hebben ze een hele drukke, bezette baan aan je. Ja. Maar goed, die balans die vind je vanzelf wel. Als je nou terugkijkt naar het hele traject, wat heb je daarvan geleerd? Ik denk dat ik nog meer uit No Monkey Business had kunnen halen dan ik nu uit ze gehaald heb. Ik heb een aantal hele belangrijke punten kunnen verbeteren onder hun begeleiding. En daar ben ik heel tevreden mee. Maar ik denk dat er nog meer in gezeten had als ik daar harder aan had getrokken en actiever mee bezig was geweest. Zoals? Ik denk dat in...
We hebben voornamelijk gekeken naar de positionering en marketing. Later naar het verkoopbaar maken van producten. Maar ik denk dat er nog een traject achterkomt. En dat is het leveren van de verkochte producten. En dat is waar we nu intern heel druk mee zijn. Maar ik denk dat zij, als ik hen daar eerder bij had betrokken... dat ik daar veel eerder verbeterslagen in had kunnen maken. En je wellicht nog iets meer autonome groei had kunnen doen en iets later had kunnen verkopen. Is dat dan de consequentie daarvan? Of doe je nee, hoor, nee hoor, dan had ik gewoon veel meer van hun kennis en ervaring gebruik kunnen maken. Op die manier. Ja. Dus ze zijn eigenlijk meer dan, zonder dat dit nou een reclamepraat voor Nomonkey wil worden, maar het is een onderdeel van dit proces, zo'n partij volgens mij. Ze zijn dus veel meer dan een adviesclubje eigenlijk. Ja, ze komen ook echt met je mee ondernemen. Ja. En die betrokkenheid stralen ze ook uit. En dat is heel anders dan een op de financiën gefocuste intermediair. Die alleen maar je balanscijfers beoordeelt. Daar de multipliers op loslaat. En ook naar financieel geïnteresseerde partijen gaat kijken. En dan komt die Cleversoft Groep. Is het een Duits bedrijf of in München gevestigd? Is dat ook Duits? Ja, het is Duits, maar het heeft een Nederlandse eigenaar. Main Capital, van oorsprong uit Den Haag. Hebben ook een fonds dat ze vanuit Frankfurt beheren. Okay. En vanuit Main is uiteindelijk Cleversoft in 2018 geacquireerd. Met het idee om vanuit die organisatie een Europees brede speler te maken in regulatory compliance en integriteitsrisico. En die zijn langzaam partijen daaraan aan het toevoegen, zodat de totale propositie, maar ook de geografische dekking steeds groter wordt. En hoe kom je dan tot een prijs? Wij hadden zelf een prijs in gedachten. En daar ook een formule voor gehanteerd, waarmee we de waardering van onze eigen organisatie volgden. Ja. We hadden ook de verwachting dat daar nog wel een plusje bij zou kunnen komen als er een strategische koper kwam. Uiteindelijk de koper aan de waardering van ons is gekomen, dat weet ik niet. Maar lag het ver uit elkaar, zeg maar? Nee, dat lag niet ver uit elkaar. Ah. En was het een plusje of was het een plus? Het was een plusje, maar het was voldoende plus om... En de bedragen zijn niet bekendgemaakt van de verkoop? Nee, die worden ook niet bekendgemaakt. Maar het meest overtuigende argument voor mij om hier wel ja tegen te zeggen was uiteindelijk het strategische vooruitzicht voor de organisatie. Ja. Alle ambities die ik had met het aantrekken van een kopende partij konden hiermee worden ingevuld. Ja. Mijn oorspronkelijke idee was om dat mijn partner de exit wilde, alleen zijn aandelenpakket aan te bieden en zelf nog een tijdje door te ondernemen. En dat zou misschien voor mij persoonlijk financieel wel een betere deal opgeleverd hebben over 3 of 5 jaar. Maar hier zaten zoveel strategische plussen bij voor de organisatie, dat ik uiteindelijk daarvoor gekozen heb en dan mijn ego of mijn portemonnee misschien een beetje aan de kant gezet. Beetje, want medelijden Nee, maar goed, je had inderdaad, als dit nu de komende 3, 5 jaar erg goed gaat, genoeg is genoeg. Ja, zo is het ook. Weet je, en ik wil toch blijven werken. Ik was nog lang niet klaar met dit bedrijf. En ik krijg nu in een veel bredere context met veel meer potentieel de kans om te laten zien wat ik denk dat dit bedrijf kan bereiken. Je partner die is er dus uit nu, die is klaar. Die heeft die doet zijn portemonnee dicht en die zegt adieu. Die zal ongetwijfeld ook wat anders gaan doen. Ja, dat precies. Maar in ieder geval los van jouw koers. Ja. Dan heb je ook wel... Ik heb wel eens vaker ondernemers geïnterviewd die een bedrijf hebben verkocht. Lekker ondernemend en niet al te groot. Ja. En mannetje of 10, 20, 30, een paar miljoen omzet. En dan gaan ze verkopen. Nou, sterk nog, Martijn is er daar één van. Ja. Wel iets groter dan dat. Maar toch, die komt dan in zo'n grote organisatie te hangen ergens. Mm-hmm. Krijgt daar een prachtfunctie. Ja. En weg is de lol. Ja. En na een half jaar denken ze, man, had ik maar de deal meteen goed gemaakt. En dan gewoon meteen uitgestapt. Ja. Hoe groot is dat risico voor jou, denk je? Nou, ik wilde niet weg en ik wil nog steeds niet weg. En dat wist ik van tevoren. En ik heb ook nagedacht over hoe ik dat zou kunnen voorkomen. En ik heb met mijn managementteam een heel duidelijk strategisch plan uitgewerkt. En meteen in het begin van de onderhandeling gezegd, wat er ook gebeurt, ik wil de tijd hebben om dat plan zich te laten bewijzen. En dat hebben we ook gewoon contractueel kunnen vastleggen. Okay, dus zijn natuurlijk wel een paar parameters waar ik aan moet voldoen. Een bepaald gedrag dat ik moet naleven. Ja. Er is wel wat beperking in mijn beslissingsbevoegdheid neergelegd. Maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Ik wil gewoon dat strategische plan. En blijft Business Forensics gewoon Business Forensics? Blijft de naam bestaan? Of hoe werkt dat? Okay. Ja, voorlopig wel. De naam van het bedrijf blijft de naam van het bedrijf. De naam van het product blijft ook gehanteerd en gevoerd worden. Okay. Alleen iets wildere plannen nu. Of tenminste, het gas gaat erop nu.
meer zekerheid om de ambitie waar te maken zoals we die voor ons hadden. Ja, zo zeg je het heel netjes. Ja. Hey, en toen je uiteindelijk die deal had gesloten, hè, dan dat momentum, hoe ging dat moment? Is dat dan... Vertel eens. Ja, het moment zelf is heel onwerkelijk. Ja. Je hebt er natuurlijk maanden naartoe geleefd. En dan verwacht je een hele climax, een apotheose. Maar ja, nee, je bent nog gewoon met dezelfde mensen. Je zit naast dezelfde partner. Het is een handtekening zetten, je bent klaar. En daarna denk je, nou, gaat het dan nu gebeuren? Willen we het nu vieren? Nee, je gaat gewoon weer werken. Er is gewoon weer een nieuwe klant met een vraag of een nieuwe prospect. Maar toch, hè, en ik ben maar een hele simpele presentator. Ja. Dus ik zal het moment nooit zeg maar, meemaken. Maar er komt dan op een gegeven moment gewoon een bedrag. Wat dan niemand ooit wil vertellen ook. Ja, sommigen wel, maar er komt best wel een bedrag op je. Ja. Maar dat komt op een gegeven moment gewoon op je bankrekening. Staat er gewoon op. Ja. Heb je toen iets geks gedaan of zo? Nee. Gewoon niet een dikke auto gekocht? Of nou, ik heb mijn opbrengst voor mijn aandelen omgeruild in aandelen in de moeder. Oh, dus je hebt helemaal niks gecashed? Ik heb wel iets gecashed, maar niet veel. Oké. Okay. En daar heb ik ook geen gekke dingen van gedaan. Oh, jij bent gewoon heel rustig gebleven in alles gewoon. Helemaal niet, maar misschien tekent dat wel, zeg maar, ondernemers die gewoon serieus met hun business bezig zijn. Ja, of ik rustig ben, dat laat ik in het midden. Ja. maar het is nog steeds hetzelfde bedrijf. Ik werk nog steeds met hetzelfde fantastische team. Ik lever nog steeds hetzelfde prachtige product. Ja. En dat is wat me drijft. Ik heb het ook niet rustiger gekregen. Ik heb het drukker gekregen. Ja. Ik ervaar minder stress, omdat nu die zekerheid gecreëerd is voor de komende jaren. En eigenlijk heb ik nu nog meer plezier in hetzelfde werk als wat ik hiervoor had. Grappig. Wat ga je de komende jaren doen? Ik ga zorgen dat Business Forensics niet alleen in Nederland, maar ook internationaal binnen de EU een gekende naam is op het gebied van de bestrijding van financial crime. Ja, even voor duidelijkheid, het is geen krimpmarkt, hè? Nee, dit gaat zo hard en dit gaat ook nog wel even door. Ja. Nederland heeft dan wel een aantal aansprekende schandalen achter de rug. Ja. Maar dat, voor ons heeft dat ook een functie, hè? De Nederlandse toezichthouder staat als heel degelijk bekend, is ook heel streng. Nou, wij leveren een product aan partijen die misschien in het verleden nog wel eens beboet of berispt zijn. Maar geen van onze klanten heeft een boete gekregen in de periode dat ze met ons product werken. Mm. Bij de strengste toezichthouder van de EU. Nou, met dat startpunt ga ik nu de rest van Europa in. Om te zorgen dat we daar partijen ook in een veiligere en een rustigere periode kunnen loodsen. Hoe hard ga je groeien? Zijn je, zeg maar, je verwachtingen? Ga je keer 2 per jaar of keer 3? Wat zijn je groeiplannen? Ik wil elk jaar 50% groeien. Nou, dat is fors. Ja. Tot slot, wat zijn je belangrijkste lessen als je nu als een ondernemer zit te kijken en die denkt van, nou, weet je, ik ben daar ook mee bezig of ik ben er eens over aan het nadenken of ik wil misschien ergens de komende jaren mijn bedrijf eens gaan verkopen. Waar moeten ze beginnen? Ik begin eerst met goed naar jezelf kijken. Is mijn bedrijf al echt verkoopklaar? En wat moet ik nog doen om dat te optimaliseren? En niet gaan window dressen en niet, weet je, al je personeel eruit zodat je minder kosten hebt. Ja, ja. Maar het over 2 jaar met de gevolgen wordt geconfronteerd. Ja. Maar ga nou echt kijken, wat is mijn positionering? Wat is mijn echte kracht en de kern van mijn bedrijf? En probeer daarop uit te bouwen. Ja. En ik denk dat is waar je moet beginnen. Maar wat je, denk ik, ook vanaf het begin moet realiseren is, waar wil ik zijn na de deal? Ja, precies. Ja, en daar heb jij een heel duidelijk standpunt in. Ja. Dus daar is niet de kwestie van, ik wil ergens op de Bahama's gaan zitten, maar je wil gewoon door. Ik wil gewoon door. Ja. En in welke context wil ik dan door? Ja. Dankjewel, Thomas, voor dit verhaal. En dankjewel voor het kijken naar een video uit de serie Dream Exits, die ik maak met No Monkey Business. Wil je meer van deze video's zien, dan abonneer je op CVD-TV of kijk in de playlist van de Dream Exits voor meer gesprekken over prachtige techbedrijven die wij hier in ons landje hebben. Dankjewel voor het kijken. Hoi.